Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik ben vandaag in Porto Grimau aan de Côte d'Azur in Frankrijk. En Côte d'Azur betekent azuurblauwe kust. En nou ja, dat ziet er inderdaad, het water is hier inderdaad azuurblauw. Heel erg mooi. Als ik soms met mensen praat over dividend investeren, ja, dan vertel ik wat een mooie theorie dat is, maar ook wat een mooie praktijk het kan zijn. Van passief inkomen uit dividendaandelen. Dan, als het eenmaal toch wel overtuigd zijn, of denk ik, dat klinkt best wel aannemelijk. Iets wat ik ook wel interessant vind. Dan vragen ze toch vaak af van, ja, maar waarom doen niet meer mensen dan aan dividend investeren? Als het zo'n mooie, kostbare, waardevolle, elite manier is van dividend investeren, dan moet ik toch vaak zeggen, ja, ik vraag ze dan meestal als wedervraag. Van, nou ja, maar hoe komt het dat jij niet aan dividend investeren doet? Waarom doe jij nog niet aan dividend investeren? En als mensen dan eerlijk zijn, zeggen ze, ja, ik kende het nog niet. Ik heb er nog nooit van gehoord. Je bent eigenlijk de eerste die mij vertelt over dividend investeren. En dan zeg ik, ja, nou ja, met jou zijn dus miljoenen andere mensen die nog nooit hadden gehoord van dividend investeren. Wel van aandelen, wel van speculeren, wel van aandelen kopen en met winst verkopen of met een grote verlies verkopen. Maar nooit van het dividend investeren aan zich. Altijd alleen maar aandelen en daar winsten uithalen of verlies uitnemen. Maar nooit dat er ook een dividendcomponent aan vastzit. En dan zeg ik, ja, maak je niet druk. Ik wist het eerst ook niet. Ik heb het ook pas een aantal jaar geleden ontdekt. En ook naar aanleiding van een Forex ervaring die ik had, die niet zo goed afliep. Daardoor ben ik eigenlijk dieper gaan kijken van, ja, maar wat is dan wel een elite manier voor particulieren om aan dividend investeren te doen? Toen kwam ik dus op het dividend investeren uit. Zoals ik zeg, altijd mensen, het is niet erg dat je dat niet wist. Het is eigenlijk een elite manier van investeren. En ja, die hoort bij de elite. En de massa, waar ik ook toe behoor, die weet daar niet van. En je kunt tot die elite gaan behoren door ook natuurlijk dividend investeren te gaan doen. Maar tot die tijd ben je gewoon een van de uit de massa. En een loonarbeider. Sommige mensen zeggen loonslavernij zelfs. Daar wil ik nu niet te diep op ingaan of dat waar is of niet. Maar het is wel een verschil. Ik heb het idee dat het dividend investeren echt voor mensen is met een elite mentaliteit ook. En die snappen dat investeren meer is dan alleen maar iets kopen en voor meer verkopen. Omdat, dat is altijd afhankelijk van een vraag en een aanbod. En niet zozeer van een component dat er zelfs bij dividend investeren is, het creëren van meer waarde. Als je alleen maar een aandeel koopt om te speculeren dat het meer waar wordt, dan ga je er wel vanuit dat het bedrijf meer waar gaat worden. Maar je vergeet dat er tussentijds ook winst maakt, winstgevend is, en dat het die winst uitkeert aan degene die onderdeel zijn van het bedrijf. En dat zijn de aandeelhouders. Ik begrijp heel goed dat mensen zich afvragen van, ja, waarom heb ik daar nog nooit van gehoord? Waarom heb ik daar niet in school over gehoord? Waarom is dit zo onbekend? Waarom ben jij de eerste die het vertelt? Een of andere jongen die op internet of op YouTube filmpjes maakt. En waarom moet ik dat van jou horen? Waarom heb ik dat niet van mijn docent economie gehoord? Waarom heb ik het hoor ik het niet op in de media? Waarom op het journaal of op nieuwssites of iets anders? Ja, dat komt natuurlijk omdat de elite niet zo heel graag zijn geheime cadeau doet. Je moet daar een beetje wat dieper van graven, dan kun je die elite manieren vinden van het juiste leven. En dan nog rijst de vraag, kun je het volhouden? Heb je de breincapaciteit om ook dividend investeren vol te houden? En dat is iets wat de meeste mensen ook niet hebben. Die hebben toch zo erg aangeleerd dat geld is iets wat je uitgeeft. Je krijgt het uit loon, uit arbeid. En dat geef je meteen uit aan dingen die je leuk vindt of die je misschien nodig hebt. Maar daar stopt het bij, het eind van de cirkel. En als je een elite mentaliteit hebt, als je die leert kennen, als je die eigen maakt, dan moet je soms hard voor werken. Het kon jaren duren. Ja, dan snap je dat lange termijn uiteindelijk altijd meer oplevert en heel veel oplevert en vrijheid oplevert.
Dat is wel iets waar mensen van dromen, hè? Om inderdaad op zo'n mooi strand te zitten, niet hoeven werken, tenminste geen loonarbeid hoeven verrichten. En ja, ze kunnen niet voorstellen dat dat op zo'n manier toegankelijk is voor hen. En ja, zoals gezegd, ik snap dat, ik weet dat het een moeilijk te omvatten concept is. Dat het apart is dat je ziet van, hé, ik wist helemaal niet dat er nog aan aandelen, aan bedrijven nog zo'n component zat van meedoen. Dat je gewoon mee kan doen, dat je jezelf in kan kopen in een bedrijf. En daarmee dus meedoet in ook het uitkeren van de winst. En daardoor ook meedoen in een stuk vrijheid en een stuk minder loonslavernij of loonarbeid. Nou goed, en dat is natuurlijk een nieuwe gedachtegang. En het probleem is met nieuwe gedachtegangen en nieuwe ideeën is dat mensen er vaak een aversie tegen hebben. Ze zien, ze horen het, ze zijn eigenlijk meteen geneigd van, oh, dat zal wel een oplichter zijn, of oh, dat zal wel iemand zijn die eraan wil verdienen, of joh, dat is meteen gewikkeld, dat kan ik toch niet. Je ziet dat het menselijk brein verschillende manieren heeft om te reageren op zo'n nieuw idee. Ja, dat komt een beetje uit de slavenidentiteit die de meeste, eigenlijk de hele bevolking toch wel een beetje heeft. Hè. Ze zijn allemaal gewend om als ja, soort moderne slaaf arbeid te verrichten voor een baas. Daar loon uit te ontvangen en dat meteen te spenderen. Wat vaak ook nodig is, omdat ze natuurlijk huisvesten nodig hebben, ze hebben voeding nodig, alle andere onderhoudskosten. Maar nieuwe ideeën zijn vaak daardoor moeilijk om een toegang te vinden. Dus ze kunnen het niet voorstellen. Het is een beetje, ja, als je voorstelt dat het heelal oneindig is, of dat het in ieder geval oneindig groot is. Ja, het zijn gedachten die gewoon ja, moeilijk te bevatten zijn. En ze vinden het eigenlijk niet zo zinvol. Ze denken, ja, ik heb nu mijn status quo bereikt, mijn arbeid, mijn loon verschaft mij de mogelijkheid om in ieder geval te bestaan. En dat vinden ze al een hele fijne, comfortabele gedachte. Maar op de achtergrond weten ze natuurlijk ook wel van, ja, als dat ooit een keer wegvalt, ja, dan gaat het mij niet zo goed. Dus ik begrijp dat het een hele moeilijke gedachte is, dat het lastig is om vanuit die positie er naar te kijken. En ik zeg niet dat ik beter ben of dat ik anders ben of dat ik het allemaal zo goed weet. Ik was ook ooit leraar. Ik heb ook ooit gedacht van, ja, dat is de manier waarop het moet. Ik dacht ook, ja, je gaat studeren, dat moet ook. En toen ben ik gaan werken als docent en we gaan de weg. Door de crisis van 2008, eigenlijk een geluk dat hij hier is overkomen. Had ik weinig werk als docent, laat ik zo zeggen, en niet meer genoeg om van te leven. En toen kwam ik op een ander gebied terecht, die ik anders waarschijnlijk niet had genomen. Een weg die ik niet had gevonden. Dus uit noodzaak ben ik eigenlijk een beetje de elite manier van leven tegengekomen. En daar hoort dividend investeren gewoon bij. Dus ook alles wat mensen uit de elite doen. Ze kopen aandelen op, ontvangen dividend, herinvesteren dividend, worden steeds rijker. Dat is ook, mensen zijn boos. Ja, de rijken worden rijker. Terwijl ze hetzelfde precies ook kunnen doen. Ze kunnen ook aandelen kopen, ook op misschien wat minder grotere veelheden. Ze kunnen ook aandelen kopen, ze kunnen ook dividend herinvesteren. Alles kan in de mate waarin je het, je eigen capaciteit toestaat. Maar natuurlijk zijn heel veel mensen niet in staat, omdat ze schulden zijn aangegaan, omdat ze schulden hebben gemaakt voor een studie, voor spullen die ze hebben gekocht, voor vakanties die ze hebben gedaan. Ja, en vanuit een schuldenpositie is het lastig om daaruit te komen. Ze zullen eerst hun schulden moeten oplossen en daaruit komen. Maar iedereen die schuldenvrij is, kan gaan dividend investeren. En het is zo, je hoort het misschien nu voor het eerst. Ik ben misschien de eerste die erover vertelt. Maar dat betekent niet dat het geen goede boodschap is of dat het niet klopt. Het is alleen, je hebt het nog nooit eerder gehoord. Ik ben degene die het jou eigenlijk cadeau doet. Ik vind het leuk om die informatie te delen. En ja, neem daar profijt van. Zie het niet als iemand die, ik wil niks verkopen, ik wil niet. Mijn YouTube kanaal hoeft niet, hoef ik niks aan te verdienen, hoeft niet rendabel te zijn. Ik vind het echt leuk om dit te doen. Het is een stukje van mijn passie. Ik vind het leuk om mensen het is toch een stukje wat ik als leraar leuk vond, informatieoverdracht. Daar heb ik een passie voor. Ik vind het echt leuk. Wat je daarnaast zelf mee doet, moet je zelf weten. Ik hoef geen, ik hoef geen miljoen volgers. Ik ben geen traditionele YouTuber die allerlei gekkigheden uithaalt om maar aandacht te krijgen.
Ik vind het gewoon leuk om kennis te delen, waardevolle kennis die ik ook waardevol vond, nog steeds vind, die mij een beter leven hebben gegeven. En daardoor doe ik dat. En daarom vind ik het leuk om deze vlogs te maken. Wil je nou meer weten over dividend investeren, kun je ons ook op Facebook volgen. Onze groep heet Dividend Investeren. Of op de website www.dividendinvesteren.nl. Daar vind je meer informatie over dividend investeren. En andere mensen die het leuk vinden om met dividend investeren bezig te zijn. Vanuit Porto Grimão, Frankrijk, Côte d'Azur. Zeg maar voor kijken en au revoir.